Er zit zoveel verhaal in. Je blijft gewoon kijken. Jurylid Bibi Werter was zondag onder de indruk van het niveau van de Lego-bouwsels die tegen elkaar streden in de finale van Leiden Stad in Steentjes. Zo bouwden deelnemers Frank en Sil een kopie van de fabriek van de Leidse vaccinmaker Janssen na. Zij wonnen in de categorie familie. Het is natuurlijk sowieso een hele originele keuze. En als je dan ook nog eens het hele verhaal van hoe de vaccins gemaakt worden, hoe ze gegeven worden in kleine hokjes. Er zit gewoon ook heel veel humor in. Dus daar, als je dan kijkt naar de bouwskills en eigenlijk op alle fronten scoorden die hoog. Ik heb gemaakt hoe het vaccin wordt gemaakt. En daarna de transport naar het vaccinatiecentrum. En daar zo hoe alles wordt geprikt. En dat heb ik samengemaakt met mijn oom. En zijn jullie dan ook echt bij het bedrijf gaan kijken hoe het eruit ziet? Ja, we zijn gaan kijken daar zo. En toen kwam meteen een bewaker op aflopen. Hebben we hier zo in ons Lego-bouwwerk ook gemaakt. Dat er een bewaker op af komt lopen. Rotterdammer Hans Vlier maakte een van de oudste gebouwen van de sleutelstad na. Hij bouwde het gravensteen waar op dat moment een terechtstelling plaatsvindt. Samen met de Burcht is het Gravensteen, het zijn de twee oudste gebouwen van Leiden. Ze dateren uit 1200. En het ligt eigenlijk voor de hand voor mij om daar gebruik van te maken. De langste geschiedenis die er is. Is dit een uitdaging geweest? Zeker. Ik heb wel spijt gehad dat ik eraan begonnen was. Maar je moet je lat hoog leggen. Ja. Het is een spin- en rasphuis geweest. Dus er wordt door de vrouwen in de vrouwenvleugel gesponnen en door de mannen geraspt. En er zijn cellen. Dit is het gerechtsgebouw. Hier is een rechtszaak aan de hand. En uiteindelijk hier dan de executie. Hè, het resultaat van het geheel. Vlier wint uiteindelijk de prijs in de categorie 18+. Op de tentoonstelling, die nog tot 31 oktober geopend is, zijn alle ingezonden bouwwerken te bezichtigen. Enkele hoogtepunten zijn het veld van Diok, drie zelfportretten van Rembrandt en het huis van de Leidse gifmengster Goeie Mie.